even over de geschiedenis van de politie in Ommen. Dit gebouw. Wie herkent dit gebouw van jullie? Dit gebouw bestaat nog steeds. Alleen het ziet er nu een beetje anders uit. Zeggen jullie dit eens? Die staat in het centrum. Dat is meer stationsweg. Nou, nee, deze... je zit bijna goed. Dit is, en daar komt ie. Oh nee. Ja, hè? Ja. Herken je dit? Oh, dat is een tweedehands winkel. Ja, een tweedehands winkel bij de Mol. En dit is? Bij de Chinees, China-tuin. Ja, China-tuin. En aan deze kant zit Hotel de Zon. Ja. Dit gebouw bestaat nog steeds. Ja. Ja. Dit was vroeger een politiebureau. En dat stond boven voor 1933. Heel lang geleden natuurlijk, hè? Ja? Maar dan gaan we nu, dus dat was het eerste politiebureau. Dan gaan we nu naar de volgende. Dat is de stationsweg. Ja, dit is de Hammerweg. Nou. Vanaf 1933 tot 1987 hebben we dus aan de Hammerweg gezeten, in dat oude gebouw, ja? Mm-hmm. En toen kwam dit gebouw. Dit werd gebouwd in 1987. Mm-hmm. Toen in die tijd, toen zat ik nog bij de Rijkspolitie, want je had voor 1993 had je twee soorten polities, de Rijkspolitie, en de gemeentepolitie. En de gemeentepolitie die zat in de grote plaatsen, daar waar meer dan 25.000 inwoners woonden. Daar had je gemeentepolitie. In de kleine plaatsjes zoals Ommen, Dalsen, Dedertvaart en noem landelijk nog maar meer kleine plaatsjes op, zat de Rijkspolitie. Oh ja. Dit gebouw, dus vanaf 1987 zaten we aan de Chevalier-Roostraat tot 2003. En vanaf 2003 gingen we naar dit gebouw aan de Julianastraat. Ja. Dicht bij de tankstation. Ja. Ja. Dat is tot aan 2012 hebben we hier en daar gezeten in dat kleine gebouw. En vanaf 2012 zitten we samen met de brandweer en openbare werken zitten we in dit gebouw. En dit gebouw heet Bureau Doek. Waar staat de naam Doek voor? Drie onder één dak, toch? Ja. Drie goed aan de micro. Onder één kas. Ja. Volgens mij zijn we in 2012 hier geweest. Doek, zo noemen ze dat. Ja, ik kan best, hoor. Ja, en nou, dat bevalt bijzonder goed hier. Ik laat je nu even iets zien over de voertuigen van de politie. En ja, dit heb ik misschien zonder te wachten. Het oude kevertje. Ja. En dit was ook onder de tijd van de Rijkspolitie. De Nederlandse Politiemuseum, daar is de foto van. En misschien kun je het hier ook over zien. Dit is het teken van de Rijkspolitie. Dat is een springende granaat. Dat teken. Ja. Heb je daar ook mee te maken, Jan, dan zo'n oude kever nog? Nee, deze oude kever heb ik niet meer meegemaakt. Nee. Maar deze... Die wel? Ja, die bus wel, alleen dan in de witte kleur met de rode strepen. Ja. Dit is een, het is een panzervoertuig, ook van de Rijkspolitie. Deze werd voornamelijk ingezet voor terroristische aanslagen, dus om op te kunnen treden. Ja, dan zit je wel veilig, hè. Kijk maar hiervoor in, daar hebben ze ook die schietgaten. En dat zit ook aan de zijkant. En dan kun je van daaruit, ja, veilig werken, hè. Dan ben je zelf beschermd. Goed, waar ik het net over had, dat is die bus. Ja. Deze, daar heb ik vroeger nog in gereden. Maar deze striping, dus de wit en de rood, ziet er momenteel veel anders uit. Ja, met die blokken aan de onderkant. Ja. Dit is nog de oude strijping. Mijn man werkte bij Bergslot en die kreeg ook altijd landelijk, zeg maar, de opdrachten voor de strijping van de politieauto. Oh, kijk eens aan. Ja. Dus, ja. Nou, ik weet niet of het nu nog is, maar zeker 20 jaar geleden was dat wel zo. Ja, dat in Dekens vaak in dat bedrijf, zeg maar, de opdracht werd gegeven. Oké. Ach,
Kijk, allemaal mooi te zien. Ja, mooi hè. Ja. Kijk, en vroeger gingen ze dan met motor en zijspan, maar dit is er dan echt wel van voor de oorlog. Dit is de Opel Vectra. Dat is eigenlijk een van die nieuwe auto's. Niet de nieuwste natuurlijk. Dat kun je wel zien aan de kenteken. Deze auto's zijn van nieuw of niet? Ja, maar de striping. En waar ik het dan net over had, dit is specifiek voor de nieuwe striping van de Nederlandse politie. Nou, en dan hebben we nu, we rijden nu met de Tourans. Ja, dat zijn deze auto's. Ja, dat zijn de Volkswagen Tourans. Dan hebben we hier nog een motorrijder natuurlijk. Ja, die heeft ook dezelfde striping. Zie je dat? Ja, precies hetzelfde, hè? Ja, wij vliegen ook met helikopters. Ja, politie, luchtvaartdienst. Ja, die worden overal ingezet, zowel voor de kustwachten, dus, maar ook boven het land. Ik ben in verleden regelmatig met de helikopter mee geweest om in dit gebied te surveilleren, noemen ze dat dan, om te kijken als er wat gebeurde. Maar dat was met name gericht op milieuzaken. Voor zwaarder werk is dit een Heckler & Koch MP5 en dat gebruikt de ME gebruikt dat en ook arrestatieteams gebruiken die ook. Ja, het is een Duits wapen en er zit een bepaalde veiligheid aan. Ja, er zit een pal aan en die pal, daar staat dan Sieger, Einzelschutz en Fullschutz. En dat betekent dus een zeker, dus veilig. E betekent één schots en F betekent vol schot. Ja, vol schot. Nou, dan is er ook een Twentse benaming en dat is de S van zeker, de E van ene voor ene en de F van foei, 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 wat komt er dan een bul doet? Helemaal ja. Zo. Moet maar eens, hè. Ik zal de deur niet even. Hier doen ze niet overnacht. Nee, dit is alleen tijdelijk. Oh. Alleen voor overdag. Ja. Als ze dan voor s'nachts, dan gaan we naar Zwolle. Kijk, als we dan aan het onderzoek doen, hiernaast staat de computer, dat is de verhoorkamer. Op het moment dat we dan een verdachte, zoals dat dan heet, de Adem, die gaan we dan hier gaan we interviewen. Achterstaan en zo. Ja. En dan kunnen ze met de DNA, wat bij van Nicky Verstappen opgevonden hebt, dan kunnen ze een match. Ja, maar DNA is zo, het is ook gelinkt aan je familie. Ja. Een link is zo, ja. En dus als iemand in je familie dat gedaan heeft, dan ging jij door DNA af te staan, kunnen ze daar weer bij komen. Ja. Daarom worden zoveel mensen opgeroepen om het DNA af te staan. Juist, ja. Als op straat, als ze denken, die komt wel eens dat te veel gedronken hebben in de auto. En dat mag niet. Je mag geen auto besturen als je alcohol hebt gedronken. Dan laten we ze blazen op straat. Nou, als dat blaasapparaat op straat aangeeft, van, hier klopt iets niet, dan gaan ze mee naar het bureau. En laten ze dit blaasapparaat, laten we ze blazen. En we worden opgeroepen door onze patroon. En we ooit krijgen te horen, er is een ernstig ongeval. U moet nu naar de brug genomen, want er is een ernstig ongeval. Ja. Nou, kan, dan rennen we hier naartoe en dan slaan we deze knop. Ja, jij doet het maar los. Goed. Als we nou even ons de beurt doen, dan ga ik aan de andere kant zitten en laat ik even per paar even zien wat het nou allemaal is. Is dat een goed idee? Ja, prima. Doei. Ben je per, nee, laat maar opstaan en doe maar per 2 of 3. Is je auto gezeten? Nee, dat kan niet. Goed zo. Gelukkig niet. Of alleen achterin, dat kan natuurlijk ook. Nou, die auto die helemaal naar binnen, dat gelukkig nou nooit. Kijk, dit is een politieauto. Dit is een portofoon. Ja, ja. Of de mobilefoon. Hiermee, hierover wordt gepraat. Hier kunnen wij communiceren met de meldkamer, maar ook met andere eenheden. Ja. Dit is de bedieningsinstrument van de auto. Oh, kijk, er zit een lamp op. Kijk, lamp naar voren. Oh jee! Yeah. Lamp opzij. Andere kant. Maar ook, politie. We hebben natuurlijk ook blauwe lampen. Ja, oh ja, we hebben ook naar mij die politie. Is dat politie? Dat idee. Heel hard, hè, heel hard. En we hebben ook een groen. Groen? Ja, groen. Oh, wat leuk. En oranje. Op het moment namelijk, als we moeten heel snel naar een ongeval. We moeten heel snel naar en dan komen we daar. En dan is de spoed voor ons eraf, want dan zijn we er. Dan zetten we de oranje lampen aan. Want oranje is om het verkeer te waarschuwen dat we er staan. Ja, dan moet jullie verkeer regelen. Onder andere. Ja. Ja. Dit is wel grappig. Kijk, dit is een navigatiesysteem. Ja. Op het navigatiesysteem krijgen wij ook gelijk
door wat de melding is. Dus er staat erbij van dit is er een plek van het ongeval inderdaad. Dus dan krijgen we hem in het oor, krijgen we het oor. U moet nu naar de brug en ommen. Dan komt direct hier op het scherm te staan de brug, hoe je er komt. En er staat ook, misschien, nee nu niet, nu is er niks aan gekoppeld. Er staat ook direct wat er aan de hand is. Er zitten ook extra vesten in. Dat zijn... We hebben van die vesten aan, die kogelvrije vesten, tenminste, kogelwerend. Dan wordt er door de meldkamer gezegd, trek ook even de zware vesten aan. Dit zijn zware vesten, die trek je hier nog overheen. En dan pas ga je erin. Het kan heel goed zijn dat wij eerder op een locatie zijn dan de ambulance. Precies. Dan is het wel makkelijk dat wij ook zo'n ding mee hebben. Van die pet, die pak je op het lichaam van het slachtoffer. En dan zet je hem aan en dan vertelt het apparaat precies wat je moet doen. Er zitten blaaspijpjes voor alcoholrollers. Uiteraard, zit erin. Er zit nog een betonschaar zit erin, als je een gebad moet knippen. Maar er zit echt van alles. Er zit nog een gasmasker in voor als je een melding krijgt. Je moet er een huis in en er is een gasleiding gesprongen, noem maar op. Je mag toch gelukkig maar een beetje meer dan, hè? Ja, dat is niet. Je moet ook wegkijken. Ja. En dan neem terug. Ik en ook hier hebben we er ook een beetje bij. Alles zit erop. Zelfs een auto. Zit er ook omhoog. Ja. Nou was je vanavond bij de politie te gast op deze avond en hebben ze alles laten zien. Hoe vind je dat nou? Ik vond het hartstikke mooi. Ik vond het heel indrukwekkend dat ze, vooral als mijn ongeluk, dat ze daar schouw bij bent. Maar ik vond het ook wel heel leuk dat ik even op die motor mocht zitten. Dat vond ik prachtig mooi. En even in die politieauto. Ja, ik vind het gewoon heel mooi. Ik vind ook dat goed werk doet, politie, hoor. Ik hoor net dat je zegt van ik vond het heel leerzaam. Ik vond het heel leerzaam, maar ook heel interessant. Dat ze alles ons. Hoe ze alles uitleggen, wat ze allemaal doet, wat voor werk wat ze doen. En ook, ja, ook heel interessant vond ik dat. Wat sprong er nou bij je uit? Ik zeg, nou, dat vond ik nou zo interessant. Dat ze ook laten zien als de pepperspray is zo. En dat fonteintje, dat het dan de water komt, dat ze die ogen zo, die spul uit die ogen kunt spoelen. Spoelen. Ja. En over het verhaal over DNA? En ook het DNA vind ik ook heel interessant, omdat ik heel veel van die cold cases, dat na 25, 30 jaar, dat het toch opgelost wordt. Vooral dat in opsporing zat in een speciaal uitzending van Nicky Verstappen, dat er nooit oplossing komt, dat via een DNA zo onderzoeken, zo, dat mensen oproep krijgen zo, van via een DNA onderzoek, DNA afstaan. En het DNA, dan gaat ze dan, dat ze een match gevonden is. Ja, en zo gaan ze. Iedere zaak wordt zo bekeken. Ja, en de techniek wordt steeds beter. Wordt het ook vooral met Friesland, dat het die Nienke, dat na zoveel jaar dat het opgelost is. Ja, dat is fantastisch, hè? Ja. Dankjewel. Nou, dit is het einde